Hallo, vandaag gaan we het liedje leren spelen, Kippie-a-jee. Kippie-a-jee is een liedje wat ik heb gemaakt bij een prentenboek, geschreven door Marcel van Driel en Jort van der Jacht, en op rijm gezet door mijzelf. En het is een beetje een country liedje, vandaar dat ik ook mijn banjo-lille weer tevoorschijn heb gehaald, mijn favoriete ukulele eigenlijk. En dat brengt mij meteen op een vraag. Een vraag die ik veel krijg als reactie op mijn filmpjes. Ik krijg sowieso veel reacties, wat ik heel leuk vind. En sommige mensen vragen mij van, ik wil een ukulele kopen, maar welke moet ik nou kopen? Ik ga zelf, als ik een ukulele koop, meestal het liefst naar een muziekwinkel toe. Daar probeer ik dan een paar ukuleles uit, met als uitgangspunt het bedrag wat ik eraan wil uitgeven. En dan kijk ik welke het lekkerste speelt. En voor mezelf geldt ook vaak welke ik daar het lekkerste op kan improviseren. Maar ja, in deze tijden kan je niet zo makkelijk een muziekwinkel binnenstappen. Dus uitgangspunt is als volgt. Je hebt een heleboel ukuleles van ongeveer 20 euro. Die zien er vaak heel leuk uit met kleurtjes of printjes. Die zou ik je niet aanraden. Ik zou, als je echt ukulele wil spelen, in ieder geval beginnen met iets wat ietsje duurder is. Zo tussen de 60 en de 80 euro. Dan weet je dat je een ukulele hebt die net wat beter klinkt en wat heel belangrijk is. Ook wat beter op stemming blijft. Want het stemmen van de ukulele is soms best lastig. Zeker bij de goedkopere variaties. En dan is het in deze tijd is heel handig om online te bestellen. Bijvoorbeeld Baksje Shop heeft veel ukuleles. En ook Thomann, een Duits bedrijf wat ook een .nl website heeft. Daar heb ik goede ervaringen mee. Maar goed, terug naar Billy de Kip en het liedje Kippie-a-jee. Het liedje staat in de toonsoort C. Dus wat we in ieder geval nodig hebben is het C-akkoord. Ook het F-akkoord. En zowel het G-akkoord als het G7-akkoord. En ook nog het A-mineur-akkoord. En in dit liedje is het één akkoord wat je kan gebruiken, maar niet hoeft. Die is wat moeilijker, dat is het Bes-akkoord. Plaatsen waar ik het Bes-akkoord speel in dit liedje, kan je in feite ook het F-akkoord spelen. Zit je in de nesten in het Wilde Westen, roept dan Billy de Kip. Loert eruit de struiken, iemand op de kuiken, roept dan Billy de Kip. In het Wilde Westen is geen kip zo cool als hij. De allerstoerste cowboy uit een ei. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, flapperende kakel, fladderende flip. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, ik ben Billy. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, flapperende kakel, fladderende flip. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, ik ben Billy. Billy de Kip. Is er op de prairie heibel of herrie, roept dan Billy de Kip. Vallen in hun hokjes de kippen van de stokjes, roept dan Billy de Kip. In dit Wilde Westen is geen kip zo cool als hij. De allerstoerste cowboy uit een ei. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, flapper de kakel, fladder de flip. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, ik ben Billy. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, flapper de kakel, fladder de flip. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, ik ben Billy. Zijn toetjes schrik, je eitjes gepikt, Billy is er als de kippen bij. Kan zelfs de haan het gevaar niet meer aan, Billy zal iedereen verstaan. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, flapper de kakel, fladder de flip. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, ik ben Billy. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, flapper de kakel, fladder de flip. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, ik ben Billy, Billy de Kip. Zoals ik al had gezegd, het Bes-akkoord kan je ook vervangen door gewoon het F-akkoord. Dus dan speel je bijvoorbeeld in het eerste couplet eerst het C-akkoord. Zit je in de nesten, in het Wilde Westen, roept dan Billy, F-akkoord, blijf je spelen. Billy de Kip, loert
uit te struiken, iemand op je kuiken, dan roept dan Billy de kip. Als je wel het besakkoord kan spelen, dan moet je opletten dat je het op tijd wisselt. Want zo in het eerste couplet krijg je dus bijvoorbeeld weer dit. Zit je in de nesten, in het wilde westen, roept dan Billy de kip. Dus op de lange Billy wissel je twee keer van de koord naar F, naar bes, terug naar C. Roep dan Billy de kip. En het C-akkoord valt weer op het woordje kip. Roep dan Billy de kip. Is er op de prairie heibel of herrie? Roep dan Billy de kip. Slag omhoog en dan maar vieren op en neer. Dus het is neer, neer op 1, 2. 1, 2, 3, 4. De 3 sla ik eigenlijk over. En in het heetst van de strijd zal ik er allerlei andere dingen tussendoor doen. Maar dat is dus nogmaals je uitgangspunt. Wat ook nog leuk kan klinken is als jij je F-akkoord speelt om dan het zo te spelen dat je met je ringvinger of met je pink, maakt niet zoveel uit, op de A-snaar het derde vakje pakt. Dan blijft die C meeklinken als je wisselt tussen het C-akkoord en het F-akkoord. Dus dan krijg je dit. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, flapper de kakel, fladder de flip. Kippie-a-jee, kippie-a-jo, ik ben Billy. Waarbij dus die pink laat staan, of die ringvinger, als je wisselt tussen het C en het F-akkoord. Ik wens jullie weer veel plezier en succes met het ukulele spelen. Voor alle duidelijkheid, dit kan je op een gewoon ukulele ook spelen, want deze banjo-lille is precies hetzelfde gestemd als een ukulele, dus dit is qua grepen precies hetzelfde. Nog een extraatje. Ik verloot 1 exemplaar van het boek Billy de Kip onder alle kijkers van deze video. En wat je ervoor moet doen, is je eigen filmpje uploaden onder deze post. Waarop je in ieder geval probeert Billy de Kip te spelen. En het leukste, origineelste filmpje of wat voor manier dan ook opvalt, krijgt een boek opgestuurd. Dus extra goed je best doen. Veel plezier. Tot ziens.